Welkom bij deze oriënterende vergadering van de Raad. Allereerst heb ik een mededeling. Wij hebben een kaart ontvangen aan de gemeenteraad Hardenberg. Blijf erin investeren. Een boodschap van de werkgroep Inclusieve Samenleving. Gisteren is de Week van de Toegankelijkheid gestart in onze gemeente. En deze kaarten en dan ook de animatie horen bij die campagne. U heeft ook allemaal een kaart voor u liggen. U kunt daar een boodschap op zetten voor iemand. U kunt deze versturen. En dan mag u hem inleveren bij de balie of bij de griffie. En dan wordt deze vanuit dit huis verstuurd naar degene die u een boodschap zou willen sturen. Dus kan het daarom... ook digitaal? Sorry. Kan het ook digitaal? Nou, ik weet dat op de website van de gemeente Hardenberg staan deze kaarten ook. En of je die digitaal kan versturen, durf ik u niet te zeggen, meneer Zelstra. Ah, ik was in de veronderstelling dat wij een digitale raad waren. En ik zie toch steeds elke keer weer meer papier verschijnen. Ja. Ik kan u daar geen antwoord op geven, meneer Zelstra. Maar mocht u toch een ouderwetse briefkaart willen versturen, dan bij deze de mogelijkheid. Ik kijk even rond of er nog meer mededelingen zijn. Geen. Dan gaan we naar de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring vragen? Ja. Gaan we door naar het spreekrecht. Er heeft zich één persoon gemeld, de heer Lohuis. En die zou ik willen vragen om naar het spreekgestoelte te komen. Van harte welkom. Dankjewel. Weer 5 minuten. Ik ga mijn best doen. Helemaal goed. Dan geef ik het woord aan u. Dit gaat om de straat waar ik woon, de Wemerveldweg. Ik heb 17 juni een zienswijze ingediend tegen de bestemmingsplanaanvraag van mijn buurman. Die wil een bouwblok verschuiven. Daar ben ik niet blij mee, want met elke meter dat dat bouwblok mijn kant op komt, wint hij een meter privacy en verlies ik een meter. Daar hebben wij dus eigenlijk een tegengesteld belang. En we hebben geen ruzie, want we hebben net ook gewoon samen koffie gedronken. Maar voor sommige dingen moet je gewoon kunnen strijden. Waarom woon ik daar? Ik ben eind jaren 90 samen met mijn vrouw op zoek geweest naar een plek in het buitengebied waarvan wij 100% wisten dat wij vrij konden wonen, omringd door agrarische bestemming. Die plek hebben wij gevonden aan de Wemerveldweg, na een tip van Arend Jan. De man die is overleden en waar het witte huisje wat gesloopt zou moeten worden, altijd heeft gewoond. We hebben emotionele binding met die weg. Mijn vrouw is daar geboren, aan de Wemerveldweg. Mijn zonen zijn daar geboren. Ik ben geen passant, ik wil daar niet meer weg. Ik wil daar blijven genieten van hoe mooi het daar is. Het plan van de gemeente heeft als kapstok het streven naar goede ruimtelijke kwaliteit. Daar ben ik ook helemaal eens met de initiatiefnemer die sloop en herbouw ziet en daarmee een kwaliteitsimpuls geeft aan dat landschap en aan de straat. Maar, zoals het begint in het raadsvoorstel, staat er ook bomenstemming verschuiven waarbij de grootte en afstand ongewijzigd blijft. Ja, en dat gaat bij mij er niet goed in. De huidige woning is 330 kuub. En het bestemmingsplan staat toe 750. En dat kan met een beetje uitbreiding wat 1000 worden of 1100. Ik heb vernomen via over het bestaan van een koper die de grond, het kavel, een stuk weiland koopt. En daar inderdaad tegen vrienden bekenden zegt, ik ga daar een hele grote woning op knallen. Er komt een schuur bij van 10 met 10, 6 meter hoog. En dat noem ik dus ook geen gelijke omvang. Dat is niet streven naar ruimtelijke kwaliteit. Dat wordt 3 keer zoveel baksteen in het weiland. Dan de plantekeningen. Die heeft u gezien bij alle stukken. Ik heb ze gisteren ook geprint. Daar is het bouwblokverschuivingtje. Van groen naar geel. Van groen naar geel is plus 33%. Maar het is geen eerlijke tekening. Want het bestaande kavel is veel kleiner dan dit groene vakje. Het bestaande kavel is maar 800 vierkante meter. Als je het uitrekent wat het effect is, dan wordt het 70% groter. Want de meneer van de gemeente heeft mij gezegd dat deze tekening leidend is. Dus daar moet ik het mee doen. In eerste instantie was het plan wel zo dat het helemaal hier kwam. Daarvan heeft de initiatiefnemer na overleg met mij besloten, nou dan moet ik maar een stukje terug. Dus eerst 70 meter heen en dan 10 meter terug. Het is niet helemaal wat ik vind dat dat polderen is.
En wat meneer Van Ittersum van de gemeente mij heeft uitgelegd, want mijn stukje staat niet op de kaart, maar ik woon hier. We hebben gemiddeld. Gemiddeld tussen de twee woningen en we zijn in het midden gaan zitten. Maar mijn tuin is door hem aangemerkt als agrarische bestemming. Dat vind ik raar. Hij zegt dat is in 2014 agrarische bestemming geworden. Ik zeg wat raar. Mijn tuin is al sinds 1970 een Engelse landschapstuin. Daar lopen al 50 jaar geen schapen en koeien meer. Kom kijken, er staan bomen, daar kun je met je armen niet omheen. Ik heb toen ik het kocht in 2001, heb ik bij mij een fax van de gemeente Hardenberg gekregen, waarin staat dat mijn hele kavel woonbestemming heeft. Hoe kan het dan zijn dat mijn voortuin in 2014 door de gemeente in één keer agrarisch wordt gemaakt? Zonder mij te zeggen van, hé, we hebben foto's dat je koeien en schapen daarop lopen, dus het wordt een weiland. Dat vind ik raar. Dus waarom is dat belangrijk? Omdat dan de grens van mijn kavel woonkavel is en je dan moet middelen in het agrarische gebied. En dan kom je dus niet uit waar je nu uitkomt. Ik heb voorgesteld, doe 25 meter. Stop met die aanvraag en hou het gewoon binnen wat je mag, die 25 meter verschuiven. Dan kom je gewoon 25 meter mijn kant op, kom je half in dat weiland. Er is nu een dam met een inrit, die kun je dan ook gebruiken voor de nieuwe woning. Allemaal goed voor elkaar. Het hele plan, zoals het nu ligt, zoals jullie het ook hebben ontvangen, lijkt met veel te veel snelheid en te weinig aandacht van achter het brood te zijn gemaakt. Gedurende mijn diverse contacten met de gemeente heb ik elke keer gewezen op fouten in de stukken, fouten in de teksten, fouten in legenda's, fouten in schaalverdeling. Er staat zelfs nog ergens in het ruimtelijk kwaliteitsplan dat het gaat over de Westerhuizingweg nummer 65. Ik heb niet alle fouten doorgegeven natuurlijk, maar het geeft al aan dat het een bureaustuk is zonder dat iemand bij mij aan de weg is komen kijken. Dat vind ik jammer. Ook in de beantwoording van mijn zienswijze vergist de ambtenaar zich en hij praat aan de ene kant over bestaande singel en bestaande singel versterken. En iets verder zegt hij weer ja, een nieuwe singel aanleggen. Dus het is gewoon niet scherp. De stukken zijn slecht. De definitieve aanvraag spreekt over circa 35 meter. Ik heb gevraagd, wat is circa? Wat is circa 35 meter? Is dat 40 meter? Is dat 28 meter? Waar eindigt dat? Ik heb eigenlijk maar één belang. Dat is dat ik wil weten waar de noordelijke grens is. Excuus. Waar is de noordelijke grens van het nieuwe kavel? Zodat ik kan weten, wat is het stukje wat bestemd blijft als weiland? En waarom vind ik dat belangrijk? Dat staat ook hier ergens in het plan. We zitten in een heideontginningslandschap. Met waaiers. En het mooie is, als je ietsje uitzoomt, want dit is veel te micro gemaakt. Als je uitzoomt, dan kun je zien dat die waaier vanaf de Wemmenveldweg helemaal doorloopt naar Oud-Averreest. 5,5 kilometer. Google Maps, pak het er maar bij. En ik kan 5,5 kilometer vrij kijken. En dan komt op. Aan de kop van die 5,5 kilometer komt straks een woning van 1100 kub. Met een schuur van 10 meter 10, 6 meter hoog. Maar goed. Ik wil weten, klopt dit nu? Dit kan niet kloppen. Want als je zegt dat het bestaande huisje 300 kub is en die nieuwe wordt 1000, dan kun je ze niet allebei even groot op de tekening zetten. Dus deze tekening kan nooit dienen om te bepalen waar straks de woning moet komen. Waar straks een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Dit is gewoon niet goed gedaan. Hoeveel weiland blijft erover? Dat is mijn vraag. Ik schiet op, ik ben bijna klaar. Opmerking over de uitgevoerde natuurscan. Die is op 29 december, op de koudste dag van het jaar zowat, uitgevoerd. Door ingenieur P.E.B. Leemreizen. Er staat bij in het stuk dat hij 30 jaar ervaring heeft en specialisatie heeft met grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Maar zijn rapport spreekt over geen enkele belemmering. Met andere woorden, er kan gewoon doorgegaan worden met het plan. Toen ben ik naar mijn buurman gegaan die het huisje huurt. En ik heb gezegd, hoe kan dat nou? Want mijn buurman Arend Jan vroeger, die kon van twee dingen niet slapen. Dat waren de kikkers in de sloot, die aan het kwaken waren, en de vleermuizen op zolder. Mijn buurman heeft gezegd tegen meneer Leemreizen dat hij inderdaad wel eens een dode vleermuis heeft gevonden. Maar meneer Leemreizen heeft daar niks van opgeschreven. Dan denk ik, als jij dit al 30 jaar doet, met 130 quickscans in het jaar, ben je dan zorgvuldig als jij niet zegt, hé, hier moet ik even de zolder op. Of hé, hier moet ik op een ander moment terugkomen. Hé, nee. Hij heeft doelgericht op 29 december in de kou daar willen kijken en niks aan willen treffen. En dat heeft hij opgeschreven. Ernstig vind ik dat. Vreemd. Nee, geen correctionale conclusie. Pijn in mijn hart. Mijn leefomgeving. Ik ben geen passant. Mijn vrouw is er geboren, mijn kinderen zijn er geboren. Het plan is niet correct uitgevoerd. Er zijn fouten gemaakt in de stukken. Textueel, legenda's. Circa 35 meter is niet concreet genoeg. Dat klopt niet op de schaal. Er is een koper. Waarom niet bepaalde kwalitatieve verplichtingen aan die koper doorleggen? En de vergroting van die kavels.
Mijn hoop is dat de initiatiefnemer zijn aanvraag intrekt en gewoon binnen die 25 meter wijzigingsbesluit de woning verplaatst. Vind ik prima, heb ik gezegd, moet je vooral doen. Het is beter voor de kwaliteit. Ik ben voor verbetering van de kwaliteit bij ons in de straat. En ik hoop daarop en zo niet, hoop ik dat u als raad uw conclusies trekt over of dit een zorgvuldige aanvraag is of niet. Dank u wel. Meneer Lohuis, kunt u even blijven staan? Wellicht zijn er nog vragen vanuit de raad. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Ik word geleerd om uw vragen te stellen. Meneer Lohuis, ik denk dat u... u zaait wel wat verwarring, zeg maar. Hè, met dat er toch een aantal zaken in uw ogen niet zorgvuldig, zelfs onzorgvuldig, zeg maar, zijn doorgenomen en doorgegeven. Wij hebben gezien een aantal samenvattingen, zeg maar, van zienswijzen zoals die zijn ingediend. Betekent dat u tot nu toe alleen via e-mail contact heeft gehad of telefonisch contact heeft gehad met desbetreffende ambtenaren? Dat is correct. Zijn ze ook bij u geweest om de situatie daar ook lekker te bekijken is, en met u daarover te spreken? Er is niemand bij me geweest. Er is zojuist vanavond iemand van, ik geloof dat u dat was, bent langsgereden, heeft een filmpje gemaakt, heeft misschien ook die 5,5 kilometer zichtlijn kunnen zien. Lisa lacht. Dus, maar verder is er niemand bij me geweest. Nee, oké. Oké, ik weet voor nu even voldoende. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Vetker. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Lohuis, ook allereerst bedankt voor uw inspraak. Ik ben... ook bij u geweest, maar u hebt mij niet gezien, maar ik heb wel gekeken waar het over ging. En jammer dat er nog zoveel vragen zijn en ook dat er dan vanuit de gemeente niet correct voor uw gevoel niet geantwoord is. En ik zou willen vragen of de wethouder daar misschien iets over kan zeggen. Meneer Bak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik kan zien dat het u het doet, dat u geëmotioneerd bent en vol passie om uw leefomgeving. Ik vind het mooi om te zien. Maar ik heb wel een vraag voor u. Van, wanneer zou het voor u wel mogelijk zijn? Is het alleen de 25 meter of is het bezwaar groot? Want u vecht heel erg aan. Het is niet zorgvuldig geweest. De woning ziet er groter uit dan dat hij in werkelijkheid wellicht is. De verhoudingen, de tekeningen kloppen niet. Wanneer is het voor u acceptabel dat daar wel iets gebouwd wordt? Is dat die 25 meter of ligt dat heel ergens anders? Die 25 meter vind ik prima. Dat is de bestaande situatie, is er een weiland waar een dam is, waardoor de voormalige eigenaar, de boer, met zijn trekker naar binnen ging. Ik heb ook gezegd tegen mijn buurman initiatiefnemer, waarom pak je dat nou niet als noordelijke rooilijn van het bouwkavel? Dan win je vanaf de kavel van nu 21,5 meter en vanaf de bebouwing 25 meter. Dat is het noordelijkste puntje van het kippenschuurtje wat er nu staat. Weet je, dan heb je gewoon, dan hoeft dit niet te gebeuren. En dan hou ik... De kilometers zichtlijn. Dan hou ik daar nog een stuk over als bufferzone, weiland, tussen dat bouwkavel en mijn kavel, mijn tuin. Nog één vraag om wat extra scherp te krijgen. Dus als die 25 meter wordt gehandhaafd, is de omvang van de gebouwen geen issue meer? Dat is uw... conclusie, en die is denk ik terecht, want het bestemmingsplan is gewoon bindend en het mag 750. En dan mag je groter en dan mag je nog een keer groter en nog een keer 10%. Dus er komt er straks iets van 1100 kub. Dat klopt. Dat vind ik wel jammer, maar het gaat om het gevoel. Het gaat om het gevoel en daar kan ik niks tegen. Dat is het gevoel wat ik erbij heb. Ja, want als er dan staat gelijke omvang en grootte, terwijl ik weet dat de koper roept dat hij er iets van 1100 kub in gaat zetten, dat er nu iets van 300 kub staat, nou dat is drie keer zoveel. Dat kunnen we allemaal uitrekenen. Dank u wel. En tot slot mevrouw Kelder. Dank u voorzitter. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als de heer Odink. Van hoe was uw laatste contact met de gemeente? En daarbij ook het contact met de initiatiefnemer. Want is dat nu de buurman die het nu huurt? Of is dat iemand anders? Nee, de initiatiefnemer zit naast zijn vrouw met het gele vestje. Dat okay. Is mijn buurman Harm Spieker. En de meneer rechts is de huurder van het geslopen huisje. Die is ook een soort belanghebbende, denk ik, in deze. Hoe is de relatie? Nou, ik heb hem gebeld over zijn nieuwe auto die vorige week op de Dam had staan. We hadden altijd een goede relatie, dronken een biertje. En als we een kast moesten versjouwen bij de een of de ander, dan deden we dat ook samen.
dit legt wel een klein beetje druk op die relatie. Dat zeker. En dat vind ik jammer. Mijn vrouw vindt het ook jammer. Natuurlijk is dat jammer. Maar goed. Ja. Even zien hoe het daadwerkelijk is met de bestemming. En dan kunnen we kijken of het juist is wat u zegt. Of dat het toch even iets anders is. Meneer Lohuis, dank u voor uw openhartigheid. Graag gedaan. Bedankt voor uw tijd. Goed, dan gaan wij naar agenda punt 4. Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Wemerveldweg 4, Balkbrug. Wie wil daarover het woord? Meneer Oudink. Bak. Kelder. Meneer Jonkhans. En zag ik nu. Akkoord, begin ik bij meneer Oudink. Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk in aanloop, zeg maar, en voorbereiding op deze oriënterende ronde niet zoveel vragen bedacht. Hè. Ik dacht in eerste instantie dat ze de zienswijzes afdoende waren ingevuld en daar ook afdoende op was gereageerd. Echter, wat ik nu in de inspraak kreeg, toch te horen krijg van meneer Lohuis, want ik heb ook getracht om hem te pakken te krijgen telefonisch, maar dat is me niet gelukt. Dat bevreemdt mij toch wel. Dus ik heb eigenlijk maar twee vragen. En dat is in eerste instantie, herkent de wethouder? En wat is zijn reactie op datgene wat zeg maar, nu in de inspraakronde gesuggereerd wordt? En zou de wethouder willen overwegen om toch nog eens even weer met partijen om de tafel te gaan? En daar waar sprake is van mogelijke miscommunicatie, verkeerde tekeningen, invalshoeken, verkeerde aantal cubes en dat soort zaken, om dan allemaal met elkaar recht te breien. Dus, om echt met elkaar fysiek in gesprek te gaan en om te komen tot een goede oplossing. Mevrouw Vetker. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Oudink, wat hij aangeeft, dat zijn eigenlijk ook mijn vragen. Ik heb net, ben misschien al iets te voorbarig geweest om te vragen of de wethouder wil reageren. Maar dat vraag ik dus ook nog bij deze. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Wij zaten ook, hetzelfde als wat de heer Oudink aangeeft, eigenlijk niet zo heel veel vragen. Hè. Het zag er op zich, als je de stukken las, prima uit. De beantwoording leek ook op orde te zijn. Dus wat me nu wel, een aantal vragen die me bezighouden, is van hoe kan het zijn dat, hoe zit het met de zorgvuldigheid in dit proces? Hè? Want dat is de eerste vraag die ik eigenlijk van de wethouder heb. Heeft dit de kwaliteit die het moet hebben, dit plan? En twee is wel, en dat integreert me nu toch, de waarom van de 35 meter. Waarom is de 25 meter niet voldoende en zou daar niet de oplossing gevonden kunnen worden? Wat me ook bezighoudt, en dat was wel het slot op het antwoord van mevrouw Kelder, is dat de relatie tussen buren nu onder druk komt te staan. Dat is altijd jammer. En zou dat niet opgelost kunnen worden door gewoon nog eens opnieuw met elkaar in gesprek te gaan, het stuk terug te halen en opnieuw uit te werken en vervolgens weer terug op deze raadsagenda te plaatsen? Dat zou wat mij betreft een voorstel kunnen zijn. Dan hoeven we misschien ook niet heel uitgebreid verder inhoudelijk te behandelen. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ja, bij mij kwam dat ook eigenlijk. We hadden niet zoveel vragen, maar nu meneer Lohuis heeft ingesproken, ja, zie ik wel dat er misschien fouten zijn gemaakt. En ik zal graag weten, ja, of misschien niet, geen grote fouten, maar toch zou dat wel duidelijkheid geven wanneer je dat uit kunt leggen hoe het precies zit. Dank je wel. En tot slot meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, dit gehoord hebbende kunnen wij toch eigenlijk niet anders concluderen dat er niet echt een maatschappelijke noodzaak is voor deze verschuiving. Natuurlijk snap ik wel de wens voor die verschuiving, maar als er niet echt een maatschappelijke noodzaak is en er is iemand in de buurt, die heeft daar toch een probleem mee en die geeft eigenlijk ook wel aan waar de oplossing zit. Namelijk als het 25 meter opgeschoven is, nou, dan is het prima. Dan denk ik dat met dat gegeven, en dan sluit ik me bij diverse sprekers aan, dan is het volgens mij een opgave voor de wethouder om nog eens even met
bij de families, gezinnen in gesprek te gaan om te kijken of niet tot een oplossing gekomen kan worden. Want het zou toch aardig zijn als u toch bij elkaar op bezoek zou kunnen en weer een pilsje zou kunnen drinken op de goede afloop. Dank u wel. Dank u wel. Dat waren de vragen voor de eerste termijn. Kijk even naar de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. In het kader van ons alcoholmatigingsbeleid, ik moet natuurlijk wel meteen afhaken bij de laatste opmerking van de heer Jonkans, dat zult u begrijpen. Maar even over de casus, en namelijk ook even de reactie op de inspreker erop, hè, want dat zijn eigenlijk de vragen waar u op terugkomt. Als we gewoon even zeg maar, de feiten erbij pakken, hè, we hebben te maken met een casus waar een woning staat die, laat ik maar zeggen, aan vervanging toe is. Zijn we dan bereid om daar aan mee te werken? Ja, dan zijn wij ten principale bereid om aan mee te werken. Dat is ook altijd het beleid dat we hier gevoerd hebben. Daar hebben we de standaardregel voor, dat is die 25 meter, is al even hier op tafel geweest. En kun je daar dan van afwijken? Ja, daar kun je soms van afwijken als daar bepaalde redenen voor zijn. En een van die redenen kan zijn dat je meer wilt aansluiten bij datgene wat zeg maar, al in het gebied is, de gebiedskenmerken. Een gelijke verdeling tussen andere woonkavels die al in het gebied aanwezig zijn. Dus in die zin, hè, die 35 meter, aanvankelijk 50 meter, maar na de zienswijze die is ingediend en het gesprek dat daarop gevoerd is met de initiatiefnemer, dat terug kunnen brengen tot 35, hebben we eigenlijk te maken met een afwijking van 10 meter wat dat betreft. Hè, dat is waar het over gaat. En die 10 meter, daarvan zeggen wij, het is beter om die 35 te pakken, want dan heb je een betere landschappelijke inpassing sluit je meer aan bij de bebouwing die er al is. Er wordt een aantal opmerkingen gemaakt over het proces. En in de nasleep daarvan nog over de schuur. Nou, over die schuur kan ik zeggen, kijk die 100 vierkante meter, dat is gewoon de standaardregel die wij voor de woning in het buitengebied hebben. Hè. Dus daar ontstaat niets nieuws. Die noordelijke grens die ziet u in de verbeelding van de stukken. En dat de woning zeg maar, en het bijgebouw zo gebouwd worden, dat is ook een voorwaardelijke voorwaarde aan de bestemming die we geven. Maar ik vond het ook wel vervelend om van bezwaarmaker te horen dat er in zijn ogen zeg maar, in het proces dingen niet goed zijn gegaan. Dus daar, als iemand dat zegt, even los van of dat nou waar is of niet, dan moet je daar wat mee. Het ontwerpbestemmingsplan is op 1 mei geaccordeerd door het toenmalige college. Ambtenaren van ons zijn toen ook bij initiatiefnemer geweest om situatie te bekijken. Dus het is niet zo dat we niet in het gebied zijn geweest of wat dan ook. Maar goed, ik wil toch een poging doen om die gevoelens zeg maar, ook bij bezwaarmaker om die weg te nemen. Of in ieder geval even goed na te gaan waar nou die pijn zit als er gezegd wordt dat wij niet zorgvuldig zijn geweest in stukken en dergelijke. Hè? Want dat zijn natuurlijk altijd in die zin vervelende opmerkingen. Dus ik stel voor dat ik in ieder geval in de komende twee weken even een afspraak maak om met elkaar daar eens even over in gesprek te gaan. En wat mij betreft dan op locatie. Dus die toezegging wil ik aan uw raad wel doen. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ja, u geeft aan dat u baseert zich dat die 35 meter gebillen kan worden op basis van de gebiedskenmerken. Ik heb net even Google Maps erbij gepakt, want ik ben niet in het gebied geweest. Maar daar kan ik zien dat het huisje wat er nu staat, dat dat toch, nou, naar mijn inschatting, toch meer dan 100 jaar oud is. Dan denk ik van ja, dat maakt onderdeel van het gebied uit. En het is dus een gebiedskenmerk dat het huisje daar staat. En die kan eventueel nog 25 meter die kant op. Dus ik vind het eigenlijk een beetje vreemd dat u zegt van ja, maar hij staat daar nou niet goed. En hij moet 35 meter de kant op. Voorzitter, als ik daarbij mag aansluiten. Want wij vinden het ook wel wat vreemd dat de onderbouwing voor die 10 meter verschil. Die wethouder op dit moment geeft, vinden we ook wat mager. Hè. Daar zouden we ook wel wat betere onderbouwing bij willen. Waarom dat uiteindelijk gebiedskenmerken verstevigt. En die onderbouwing die missen we nu echt wel. Dus daar sluit ik echt aan bij de heer Jonkans. Ja, waar eens gekeken is, hoe kun je nu meer aansluiten bij zeg maar, de rest van de bebouwing die in het gebied is. En als je komt tot een meer gelijkmatige verdeling zeg maar, van de bebouwing, van de wooneenheden die er zijn,
dan zou je zeggen, nou, dan moeten we daar wat in gaan schuiven, zodat het aansluit bij de rest van de reeks. Maar voorzitter, met alle respect, dan is 10 meter toch marginaal? Ja, nou, 10 meter is het verschil, zeg maar, tussen datgene wat we zonder afwijking kunnen tolereren en wat er geen niet te hebben, de overschrijving van 35 meter. Het zicht tot de woning van bezwaarmaker blijft 70 meter. Nou, daar kun je ook iets van vinden, maar het lijkt me goed dat ik met beiden nog in gesprek ga. En u hebt ook behoefte aan een wat nadere onderbouwing, zeg maar, op dat punt. Nou, laat ik dat daarin meenemen. Dat is dus een toezegging. Ja, maar het lijkt me dan ook goed dat ik u even, zeg maar, actief ga informeren over datgene wat dan uit een gesprek komt. En ik schat dan in dat beiden ook bereid zijn om het gesprek aan te gaan. Ik zie een instemmende knik van de tribune. Zullen we dat zo doen, voorzitter? Ja, dat lijkt me een goed voorstel. Ik hoor een toezegging over het stukje in het proces. Persoonlijke afspraak met beide partijen. In de komende 2 weken en een nadere onderbouwing. Op basis, ja, ze hebben toch geen hoop toezeggingen gedaan in de minuut. Voorzitter, heeft drie toezeggingen gedaan. Voorzitter, dan even procedureel. Komt het stuk dan terug op een nieuwe oriënterende ronde? Of het actief informeren is wat anders dan het stuk opnieuw terug laten komen? Ja, mijn voorstel zou zijn, voorzitter, maar dat is aan uw raad uiteraard, om het nu op de agenda te laten. Als informatie die ik, zeg maar, u in tussentijd ga verstrekken voor u onvoldoende is, kunt u altijd besluiten om het van de agenda te halen, hè, of om te verplaatsen naar een latere datum. Maar ik vind het wel zulke fundamentele vragen die er eigenlijk gesteld zijn. En u heeft daar toezeggingen op gedaan die uiteindelijk een wijziging van het voorstel kunnen geven, dat het een beetje raar is om dat op die manier te doen. Dan vind ik ook, dan moet het ook terugkomen in een volgende oriënterende ronde. Daar sluit ik me bij aan, voorzitter. Ik zou graag willen vragen wat de andere fracties van het voorstel van de heer Jonkhans vinden. Voorzitter, het mag in een volgende oriënterende ronde, maar het mag ook zoals de wethouder heeft aangegeven. Ik denk dat we dan genoeg wijsheid hebben hoe het in elkaar steekt voor de volgende raad. Meneer Rodeman. Nou, ik ben in ieder geval blij met de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan. Maar ik denk inderdaad dat het goed is om dit stuk nog eens een keer te agenderen in een vernieuwde vorm. Dus ik ga mee met de heer Jonkhans. Ja, voorzitter, ik sluit me ook graag aan bij het voorstel van de heer Jonkhans. Ik sluit me graag aan bij het voorstel van de wethouder. Voorzitter, dat hebben wij eigenlijk ook. Dus wat ons betreft kan het gewoon geagendeerd blijven. En als er significante wijzigingen zijn, dan zal het sowieso het een en ander aangepast worden. En komt men er op een goede manier uit. En zijn er kleine notities, dan kan er wat mij betreft in de volgende over 14 dagen in de raad besproken worden. Akkoord. Ik hoor een meerderheid. Dat betekent dat het blijft zoals het is voor de volgende raadsvergadering. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee, geen tweede termijn, maar wel een bespreekstuk dus. Wel een bespreekstuk, absoluut. Goed, gaan we naar agenda punt 5. Vaststelling bestemmingsplan Hardenberg Lage Gadestraat 98. Wie wil daarover het woord voeren? Geef ik het woord aan meneer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het voorstel met belangstelling gelezen. We denken dat het echt qua bouwvolume een verbetering is. Dat het een verbetering is. Alleen we vroegen ons wel af dat het wordt er nogal ijzeren heinig omgegaan met de normen voor parkeren. Ik bedoel, er wordt overdag wordt er geparkeerd ten behoeve van het kantoor en 's avonds ten behoeve van de bewoners. Althans, dat staat in het stuk. En toch wordt er gehanteerd dat de Krouw-formule van 1,2 of 1,3, terwijl er eigenlijk dubbel gebruik is.
En dan, zeg je, en dan wordt er ook nog naar boven afgerond. En op zich heb je dan 12 nodig en dan worden er 13 gerealiseerd. Het zou allemaal nog niet zo erg zijn, maar er is vorige keer is er unaniem aangenomen om wat aan de verstening te doen, steenbreek. En nu gaan we dan toch op de automatische piloot toch een extra verstening aanbrengen. En daar wilde ik eindelijk de vinger op leggen. Dus het gaat me niet zozeer om dit project, verder goed. Maar wel het automatisme waarmee gerekend wordt in parkeereenheden. Dank u wel. Meneer Van den Berg. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Allereerst willen we ook als CDA-fractie graag onze waardering uitspreken voor de initiatiefnemer. Dat nu in samenspraak met de omgeving tot dit plan is gekomen. Er is één zienswijze ingediend door ProRail. Met name naar het trillingsonderzoek. En onze vraag is eigenlijk, en ook de enige vraag, dat trillingsonderzoek, is dat bij ProRail neergelegd? En wat was de reactie van ProRail op dit onderzoek? Akkoord. Kijk even achterom. De heer Breukelman. Ja, voorzitter, dank u wel. De zienswijze van ProRail inderdaad, die wijst op de trillingen in het gebied. Ondanks dat er nog woningen zijn die, zeg maar, ook veel dichter op het spoor staan. Daar is onderzoek naar verricht. Er blijken geen risico's uit. Dat is ook enige tijd geleden al teruggelegd bij ProRail. Er is vanuit ProRail ook verder geen reactie meer opgekomen. Dus in die zin gaan we ervan uit dat het akkoord is. We hebben nog wel gepoogd om contact te zoeken, telefonisch en per mail. Maar we krijgen nu van ProRail daar nog even, zeg maar, geen reactie op. Dus ja, we gaan er even uit dat het akkoord is. Ook omdat daar, zeg maar, geen verdere risico's uitkomen. En voor wat betreft de motie steenbreek. Dank voor de snelheid die u het college toewenst. Om een motie die, ik denk, dan was het een week of 14 dagen geleden in uw gremium is vastgesteld, om die nu al te vertalen in een plan wat enkele maanden geleden is vastgesteld. Dat is lastig. Aan de andere kant, kijk, het voldoet aan de parkeernormen. Die zijn ook voldoende. Maar u roept eigenlijk op, ja, wil je wel zoveel stenen in dat gebied? Ja, voorzitter, ik doe daar in die zin geen toezegging op. Want we hebben die parkeernormen gewoon nodig. Genoeg toezeggingen voor vanavond. Dat is dus mijn vraag. Van, ik bedoel, het wordt de crowdnorm, en dat is landelijk, is daar nogal veel discussie over. Omdat die is ooit een keer vastgesteld en iedereen die hanteert hem maar op de automatische piloot. En dan wordt er dus hier gezegd van, ja, als je rekent, heb je er 12 nodig en er wordt voor het gemak maar 13 gedaan. En dan wordt er ook nog gezegd van, ja, er is dubbelgebruik. Dus dan zou er eindelijk nog wat van af moeten gaan. Ja, en dan denk ik van, ja, nou, dan zou het toch wel aardig zijn om in de geest van die motie daar toch nog eens naar te kijken. We moeten 12 keer parkeren op steen en 1 keer in groen. Dat is misschien wel een aardig compromis. Ik stel voor dat we het eerst zo laten, maar dat ik nog wel eens ga even kijken of we toch iets kunnen doen met waterbeheersing. Wat hebben we het dan eigenlijk over? De motie steenbreek zoals die is vastgesteld. Nou, met deze toezegging ben ik zeer tevreden. Dank u. Ja, voorzitter, zullen we een andere term aan geven? Dan kan ik meer uit de voeten. Akkoord. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Niet, dan kan dit stuk als bespreekstuk of hamerstuk naar de volgende vergadering. Wat mij betreft gewoon hamerstuk. Prima, hamerstuk. Komen we bij agenda punt 6, verordening rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden 2018. Wie wil daarover het woord voeren? Dan ga ik ervan uit dat dit stuk als hamerstuk naar de volgende vergadering kan. Agenda punt 7, wijziging, regeling, oriënterende rondes. Kan ik daar iemand het woord over geven? Nee. Dan ga ik er ook van uit dat dit als hamerstuk naar de volgende vergadering kan. Kom ik bij de rondvraag. Zijn er nog vragen voor de rondvraag? Niemand, dan sluit ik hierbij.